It's the most wonderful time of the year, want de feestdagen staan weer voor de deur. Iedereen wil er tijdens de feestdagen weer mooi en glamorous uitzien. Maar door de drukte die kerst met zich meebrengt, heb je daar niet altijd genoeg tijd voor. Geen zorgen, dit jaar heb ik een paar leuke tips en tricks, zodat jij kan pieken met kerst. We beginnen deze look met het aanbrengen van de oogschaduw. Met dit palet kan je een heel mooi smoky eye effect creëren. Breng de oogschaduw aan van binnen naar buiten. En begin met de lichte kleur aan de binnenkant en de donkere aan de buitenkant. Dan werkt deze uit tot aan de arcadeboog. Dit zorgt voor een smoky eye effect. Dit palet heeft een speciale formule, zodat de kleuren de hele dag blijven zitten en niet in elkaar uitlopen. Na de oogschaduw kun je je ogen nog wat sprekender maken met deze liner. Ik breng hem aan op de wimperrand, waardoor de dunne stift is heel makkelijk in gebruik. Deze donkere kleur maakt je oogopslag nog feestelijker voor de kerst. Om je ogen helemaal Christmas ready te maken, gebruiken we de mascara. Doe eerst de bovenkant van je wimpers en daarna de onderkant. Dit doe ik met een zigzagbeweging. Dit unieke borsteltje maakt de wimpers los van elkaar en geeft extra volume door de vele borstelhaartjes. Nu zijn je ogen helemaal af. Het is nu tijd voor de rest van je kerstlook. In dit palet zitten vier verschillende kleuren die je met elkaar kunt combineren. Je kan de highlighter op verschillende plekken aanbrengen in het gezicht, de jukbeenderen, slaap, je neus, je lippen of dat cupidoboogje boven je lip. Je kan het zelfs gebruiken als oogschaduw. Het leuke aan deze highlighter is dat er kokosolie in zit. Dat geeft een extra natuurlijk stralend effect. Om je glamorous kerstlook af te maken gebruiken we als laatste lipstick. Door de voedende bestanddelen in deze lipstick blijven je lippen de hele dag zacht en soepel. Deze kleur vind ik mooi bij de rest van je look passen. De warme glanzende tint maakt het perfect voor de feestdagen.